Hi, in deze video zie je aan de hand van 9 tips hoe je een zakelijke en professionele website maakt. Tip 1. Je bedrijfsnaam als domeinnaam. Het komt soms voor dat als je een bedrijfsnaam inschrijft in het handelsregister, een ander deze naam daarna snel als domeinnaam registreert. Registreer daarom eerst je domeinnaam bij Stichting Internet Domeinregistratie en schrijf je daarna in bij KVK. Tip 2. Bepaal je doelgroep. Breng je doelgroep in kaart voordat je je website bouwt. Zo kun je goed aansluiten op de wensen van je klant. Veel ondernemers gebruiken hiervoor persona's. Dit zijn fictieve klanten met specifieke kenmerken zoals geslacht, leeftijd, hobby's, maar ook inkomen, karaktereigenschappen en hun verwachtingen van jouw product of dienst. Tip 3. Auteursrechten van je website. Voor het maken van je website kun je kiezen uit bestaande templates. Zelf een template bouwen of een externe partij inhuren. De maker van de website krijgt automatisch het auteursrecht. Maak dus vooraf afspraken over de overdracht van het auteursrecht, zodat je later zelf wijzigingen kunt doorvoeren zonder toestemming of extra kosten. Tip 4. Regel je SEO. Om zoveel mogelijk bezoekers op je website te krijgen, wil je hoog scoren in de zoekmachines. Search Engine Optimization wordt dit ook wel genoemd. Schrijf daarom originele teksten en titels op je website, waarin je meerdere zoekwoorden verwerkt. Wil je meer tips over hoe je jouw SEO kunt verbeteren? Kijk dan op kvk.nl/SEO. Tip 5. Ga aan de slag met SEA. Je kunt ook gebruik maken van zoekmachine advertenties, ook wel Search Engine Advertising genoemd, waarbij je betaalt per klik. Gebruik hiervoor relevante zoekwoorden van je doelgroep, zodat jouw advertentie boven de onbetaalde zoekresultaten verschijnt. Tip 6. Score met klantreviews. Reviews en onafhankelijke ervaringen van klanten worden steeds belangrijker. Voeg dus deze functie toe aan je website, zodat klanten zelf een review kunnen achterlaten. Tip 7. Zorg voor een veilige website. Je zorgt voor een veilige website met Transport Layer Security Encryptie. Hiermee versleutel je wachtwoorden en andere privacygevoelige gegevens. Een TLS-certificaat vraag je aan bij een zogeheten Certification Authority. Je krijgt dan een slotje te zien in je adresbalk van de browser. Werk daarnaast altijd met de nieuwste softwareversies. Tip 8. Maak je website toegankelijk. Lezers met een beperking kunnen moeite hebben met het begrijpen van tekst op je website. Denk aan mensen die slechtziend, doof of laaggeletterd zijn. Verbeter daarom de webtoegankelijkheid van je website met bijvoorbeeld contrasterende kleuren, ondertiteling bij video's en grote navigatieknoppen. Tip 9. Kies voor een responsive website. Een responsive website is geschikt voor mobiele apparaten zoals tablets en smartphones. Het past zich namelijk aan het kleine scherm. Je kunt ook een app gebruiken als responsive website. Dit waren de 9 tips voor het maken van een zakelijke en professionele website. Wil je nou meer weten? Check dan kvk.nl of bel het KVK-adviesteam op 0800 2117.